Lady. We're live from Wembley Arena. John McDonald. We gaan kijken. En dan komt ze eerst van Gary Anderson. As it's all aboard. The Flying Scotsman. With Gary stuks. Daar kwamen er vanavond al heel wat bij. En hij zal er nog veel meer willen gooien in deze finale. Ja, Jacques, is er een favoriet? Lewis Anderson? Nee, het is too close to call, denk ik. Laten we hopen dat het een mooie partij wordt die dicht bij elkaar zit. Ik ben ervan overtuigd dat we ongelooflijk veel hoge scores zullen zien. Omdat dit twee mannen zijn die elkaar ook laten spelen. Allebei hetzelfde tempo hebben en daarin ook allebei het beste spelen. Ik verwacht vuurwerk. We speelden natuurlijk ook twee keer tegen elkaar in de competitie in Glasgow. Was er de 3-0 voorsprong voor Anderson. En toen waren er wat vervelende incidenten van Schotse fans. Die de wedstrijd toch een beetje kapot maakten daarmee. Uiteindelijk gooide Anderson geen deuk meer in een pakje boter. Won Lewis overtuigend en makkelijk. En de tweede confrontatie, die was overigens in Engeland, werd het tegelijk spannend. De partij is begonnen. Lewis bijt het spits af. Tempo zal hoog liggen. Het zijn allebei hele snelle gooiers. Laten we inderdaad hopen, Jacques, dat er zoveel vuurwerk hier te zien is als we vooraf hopen. Onrustig begin van de kant van Lewis. Nog geen trippels. Anderson kan meteen een voorsprong nemen. Kijk, als de eerste valt, we hebben het al vaker gezegd, dan valt de rest ook. Nou, kijk maar eens, daar gaan we weer. Eerste 180 scoren voor Anderson van de avond. Nummer 76 in de Premier League. En dat is een nieuw record, want het record stond voor één seizoen Premier League op naam van Raymond van Barneveld met 73 stuks. En dat record is er dus aan. Ook dat nog voor Hagenaar. Ja, dat zal hem minder pijn doen. Want het verlies
zojuist tegen Gary Anderson. Nou, finish voor Anderson en meteen de eerste break wellicht. Hij heeft 6 pijlen voor die finish van 164. Triple 20 gegooid. En nog eentje, jongen. Ja, ja, blijft daaruit. Gaat niet voor de finish, omdat het niet nodig is. Zet hem weg en dat is wel zo verstandig in het begin van de wedstrijd. Dan moet je gewoon zakelijk die legs binnenhalen. En zeker als de leg van de tegenstander is. Favoriet dubbel, tops, maar toch een aantal keren gemist. Ook in de halve finale, maar nu niet. En meteen dodelijk. Met de eerste pijl gooit hij tops. Breekt hij Lewis en leidt hij met 1-0. Geschiedenis van de Premier League dat de nummers 3 en 4 uit de reguliere competitie tegenover elkaar staan in de finale. Dat is nog nooit voorgekomen. Ja, is niet zo vreemd natuurlijk met iemand als Phil Taylor die eigenlijk zich bijna altijd heeft geplaatst voor de finale. Eén keer niet dus. Tot dan vanavond. Zetten. Misschien de boel eraf halen, dat is misschien wel een verstandig besluit geweest. Hij had er 97 over gebleven, nu staat hij er 121. Voor de goede orde, het gaat hier om de best of 19 legs. De eerste speler die dus 10 legs op zijn naam schrijft, is de winnaar van de Premier League darts. En de boel gegooid door Anderson. En 2-0. En nu moest hij wel voor de finish gaan, 121, omdat Lewis ook op een finish stond. Ja, wij vragen. En als hem draait. En zo is het begin, in ieder geval voor de schot. Lewis is nu ook alweer matig begonnen. Komen ze weer. En daar is de 180 scoren. Nu moet Lewis toch echt zorgen dat hij heel snel in de buurt van Anderson komt. En dan staat hij dadelijk een dubbele break achter. Aan de andere kant, ja, het is misschien geen vergelijkingsmateriaal, maar in Glasgow gebeurde Lewis hetzelfde. Komt hij ook met 3-0 achter. '83 voor Anderson om 3-0 en 2 breaks voor te komen. Triple 17 is raak, dubbel 16. Dubbel 8. Nee. 67. Deur op een kier voor Lewis. Maar ja, een finish van 158. Zit er dus niet in. Anderson, 3 pijlen, dubbel 8 voor 3-0. Verder vandaan, de eerste. Rechtsboven, daar de dubbel 4. En die gooit hij wel met zijn eerste pijl. En de schot staat op 3-0. Er staat een dubbele break voor. Neemt flink zijn tijd voordat hij aan de nieuwe leg begint. Is natuurlijk uit op revanche na die verloren WK-finale, Gary Anderson. En er staat echt
formidabel te gooien. Heeft hier pech dat die laatste pijl uit de triple 20 ketst. Lewis gooit gewoon te weinig triples. Ja, heeft het probleem wat de meeste mannen hebben die winnen van Taylor. Daar ben je zo blij mee, dat ga je zo vieren. In ieder geval in jezelf. Dus je denkt dat je er al bent en dat is natuurlijk niet zo. Dan is het zo lastig om je weer op te laden. En Anderson, ja, won natuurlijk twee hele grote toernooien in Nederland in 2007. De World Darts Trophy en de International Darts League. Daarna geen echte grote toernooien meer gewonnen. Of je moet de Zuiderduin Masters meetellen die twee jaar op rij won. En dit kan dus zijn eerste echte titel bij de PDC worden. Het is er wel een, die telt natuurlijk gewoon. Twee finish van Lewis. Zes pijlen voor Anderson. Om op 4-0 te komen. Triple 20 gegooid. Twee pijlen van dubbel 8. Meteen raak, 4-0. Het gaat in een moordend tempo. De Flying Scotsman doet zijn bijnaam eraan. Nou, Lewis. Deze leg moet hij toch pakken. Het begin is veelbelovend. Zijn allereerste 180 score van deze finale. Een lage score nu voor Anderson. Het was de 30ste 180 van vanavond, zagen we even in beeld staan. Dat betekent dat de teller nu op 391 voor de Premier League 2011 staat. Vorig jaar zijn we geëindigd bij 392. Nou, daar gaan we eroverheen. Dat kan nu normaal gesproken niet anders. Kijk eens naar Lewis. In de halve finale gooit hij gemiddeld van 104,6. Daar zit hij nu 20 punten onder per beurt. Staat wel op een finish nu. Moet normaal gesproken deze leg winnen. Want een triple break achterstand wordt wel erg lastig om nog te repareren. Lewis, 6 pijlen. Triple 20 gegooid. Ja. Bullseye mist hij op een hana. Anderson heeft deze lek weggegeven. 9 gegooid. Dubbel 8 gegooid. Lewis ook op het scorebord. Wint voor het eerst een lek. Brengt de stand daarmee op 4-1. Het zou voor Anderson fijn zijn als hij deze lek ook nog even binnen kon houden. Dan is het 5-1 bij de eerste pauze. Dan ben je natuurlijk wel heel dichtbij al, hè? Alhoewel je pas halverwege bent. Twee breaks verschil is veel in een leg format. Nou, een lage score van Anderson. Geeft initiatief misschien aan Lewis. Wat heet? 140. Voorsprong nu voor de Engelsman. Kijk naar Anderson. De eerste in de triple 20. Ja, en dan weet je het. Je kunt de klok er gelijk op zetten. En dus de evenaring van het aantal 180 scores in één seizoen. Anderson 161. Triple 20 gemist. Geen finish meer. Maar Lewis nog niet op een finish. Dan zal Anderson hem goed weg willen zetten. Hij slaagt daar niet echt super in. Hij had toch die dribbeltje nodig. Moeten halen met de laatste pijl. Hij blijft op 96 staan. Goed, kiest ervoor om dat niet te doen. Lewis doet dat wel. Anderson als eerste. Nu gaat hij misschien wel voor die boel. Ja, het is een beetje laat. Mist hem dan ook nog eens een keer. Heeft hij mazzel dat hij in de 17 komt? Want komt hij in de 2, houdt hij geen finish over. Nu triple 20. En dubbel 12 kan nog steeds voor Anderson. Jongen, jongen, jongen. Hij doet het. Finish van 101. Met wat geluk.